Kijk, dit is het cameraatje wat ik aan het uittesten ben en waarmee ik de opname maak. Dit is het formaat, het vergelijking en reguliere penlight. Wat mij aan het ding bevalt, dat zijn de lampjes die hier bovenop zitten voor indicatie. De knoppen, er zitten twee knopjes hier boven elkaar, ik weet niet of dat te zien is. Maar, en hier eentje. De een is voor aan en uit en om de nachtstand in te stellen. En ze hebben allemaal wel een dubbelfunctie, maar het aardige is dat de functie die je gekozen hebt, die is te zien. En die is van bovenaf te zien, maar niet van voren. Dus van voren kunnen ze niet zien of die aanstaat. Ik ben wel erg te spreken over dit ding. Ook over de Nederlandstalige handleiding die erbij zit. Nou, experiment met de beeldstabilisatie. Ik ben benieuwd hoe het met die groothoeklens gaat. Volgens mij valt het gehobbel best mee als je loopt. Ik hoop dat de camera goed gericht is, want anders zie je alleen maar de zwaarste beneden. Het karretje, dat is van reuze handig gebleken. Dat heb ik sinds die ondergrondse afval zoiets er is. Ik heb toch wel een stukje lopen er naartoe. Het is niet echt naast de deur. Nou ja, ik weet niet of die ver genoeg naar boven hangt om voldoende van de straat te laten zien. Maar het gaat om het idee. Of je het gehobbel ziet, hè? Morgen. Ja, als ik ze moeten dragen, dan is het heel lastig. En ik doe wel eens een vierde, want er passen er drie op het karretje. Meestal, tenzij het heel kleine zijn. Maar dat is dan onhandig als je hem vast moet houden. Echt onhandig. Dus ik loop liever een keer extra, dat ik er één in mijn hand hou. Dus. Nou, de zwaarste van allemaal. Hartje. En voetje. Trouwens, mensen die hebben hun helemaal kom met een net bespannen. Het lijkt wel of dat is om de vogels bij hun oogst vandaan te halen. Dat zou voor mij misschien ook wat zijn om de kat op balkon te kunnen laten als ik stevig genoeg en hoog genoeg hek heb. Dan komt ze niet op rare ideeën. Dus je moet er eens over nadenken. Het zou wel leuk zijn als het beest het balkon op kan, hè? Eigenlijk nooit overwogen. Ik wil er geen buitenkatten van maken. Maar als ze de auto's is, krijgen ze dat niet. Maar een jonge kat die zou het idee kunnen krijgen van nou, ik wil echt naar buiten. En dan hou je zo'n beest niet binnen als ze dat idee hebben. Hè. Dan worden ze heel ongelukkig. Dus ja, het is een beetje een afweging.